James Mannekens, topman van Center Parcs. U heeft zojuist hier op eMerge eTravel een presentatie gegeven over sociale media. Wat is daarvan de belangrijkste boodschap? Wel, vandaag de belangrijkste boodschap is dat het bedrijf, de managers intern in het bedrijf, beslissen niet meer. Het is de consument op social media die ons de lijnen en de guidelines geeft voor onze toekomst. En daar moeten we naar luisteren, we moeten die ook respecteren en we moeten daar ook op reageren. En hoe reageren jullie daarop? Wel, het is belangrijk om het eerste te weten wat er gebeurt. Want als je niet weet wat er verteld wordt over je merk, kan je niet reageren. Dus het allereerste en het belangrijkste is te weten. Het tweede is heel belangrijk om ook hen te betrekken. En te betrekken in een dialoog. Vandaag gaat het niet meer alleen om boodschappen uit te zenden. Maar wel om te dialogeren met de consument, de toekomstige consument. Of zelfs de terroristen die er vandaag zijn. Ja. Dus het is de communicatie, de dialoog die je hebt met de consument, die moet je oppakken, ja, en daar moet je echt iets mee doen. Center Parcs is een heel groot bedrijf. Hoe gaat u dat allemaal doen? Er wordt heel veel over gecommuniceerd op sociale media. Hoe gaat u die dialoog aan? Het is niet alleen in het bedrijf Center Parcs, het is de groep Center Parcs Pierre Vacances. Het is echt een bedrijfsfilosofie waar wij echt centraal de gast in het middelpunt van onze organisatie gezet hebben. Hoe gaan we dat doen? Is door elke dag. Ja, dag in, dag uit, met al je mensen te laten inspireren en de missionaris te zijn dat social media ontzettend belangrijk is, want het geeft jou heel veel antwoorden, het geeft jou heel veel inspiratie en het geeft jou ook heel veel mooie momenten. Ja, u vertelde ook dat jullie elke weekvergadering starten met wat er zoal besproken is afgelopen week op sociale media. Ja, wij weten heel duidelijk wat er elke week verteld wordt over de merken Center Parcs, Pierre Vacances. We weten ook over de concurrentie. Ja. Zodanig dat we dus echt een interne organisatie die zich daarmee bezighoudt om ons te informeren wat er speelt, wat de trends zijn. En dan is het belangrijk de prioriteiten te hebben, want er wordt heel veel verteld. Ja. Soms is het goed voor je imago, soms is het slecht voor je imago. Maar het is belangrijk ze te weten en erop te reageren. Ja, want als de concurrent twittert dat het mooi weer wordt of slecht weer wordt, dan reageren jullie daarop? Ja, absoluut. Sowieso. Center Parcs is een all-weather concept. Het maakt ons niet uit of het nu in de zomer, in de winter, regen of geen, of de zon. Bij ons is het altijd fantastisch en dat moet je dan ook kenbaar maken. We hebben in social media hebben we gelanceerd 29 verschillen. Onderscheidt ons van de concurrentie. Je hebt bungalowparken en je hebt Center Parcs. Ja? En dat moet je vertellen. En dan moet je ook weer in een dialoog treden met die consumenten om te uit te leggen dat goed of slecht weer Center Parcs is altijd fantastisch om te gaan. U vertelde ook iets over de prijsstelling. Jullie kijken eerst naar bijvoorbeeld TripAdvisor en dan pas naar de concurrent? Wel, bij Pierre Vacances zijn we vandaag echt heel duidelijk aan het kijken wat de prijsstelling is ten opzichte van de scores op TripAdvisor. En ja, daar houden we heel duidelijk rekening mee. Ja, en hoe ver gaat dat? Aanpassing van de prijzen soms. Als wij hoog scoren, dan zullen wij onze prijzen verhogen. Als wij lager scoren, zullen we onze prijzen aanpassen. De crowd is heel belangrijk. Die betrekken jullie nu ook heel intensief bij de bouw van een nieuw groot park in Saarland, in Duitsland. Vertel. Wel, natuurlijk, we gaan af op onze ervaring van nu 43 jaar. Dus we weten na 43 jaar wel echt wat de consument wil. Maar als we met bepaalde vragen zitten, ja, dan stellen wij die op onze blogs. We vragen het aan onze forums. We vragen de reactie aan onze gasten. En daar krijgen we een antwoord op. En dan is het aan ons om te kijken of wat we ermee doen, of het mogelijk is of niet. Maar inderdaad, wij betrekken onze consument zelf in het bouwen van nieuwe parken. En het betrekken van de consument bij het merk Center Parcs gaat zover dat jullie brochure, de nieuwe brochure, laten bepalen door de consument. Vertel. Wel, vandaag de communicatie moet echt zijn. De mensen geloven niet meer in fake communicatie waar dat het meest ideale topmodel op de cover van een pagina staat. Het gaat over echte mensen. Ja. En de echte mensen die vind je bij onze gasten. En wij hebben echt het idee opgevat om dit jaar voor de eerste keer de brochure te maken met gasten van de Center Parcs parken. De jaren ervoor hadden wij al de fotoshootings allemaal aangepast en niet meer de topmodels genomen, maar de doorstelling
nee mensen. En we hebben nu dit jaar opgevat, oké, laat ons dat nu nog een stapje verder doen. Ja? En laat onze echte gasten betrekken in de brochure. En zij gaan samen met onze brochure maken. Ook, wij zijn momenteel elke dag, we hebben 29 verschillen waar wij ons mee onderscheiden van de bungalowparken. Elke dag wordt er één verschil getweet. En elke dag is er één winnaar mogelijk. En dat is een testfamilie. En die gaat dat ene verschil, ja, gaat die ontdekken bij Centerparks. En die gaat ook gebruikt worden om daarover te schrijven wat zij ervaren hebben, wat het verschil is. Bij de 29 verschillen kon je de ratings doen op Facebook, wisten wij onmiddellijk welk verschil het belangrijkste verschil was. En dat komt 1 natuur, 2 zwembad en 3 de service. Tot slot, onze kijkers zijn horecaondernemers. Heeft u nog 1 tip, een gouden tip van Centerparks aan horecaondernemers hoe om te gaan met sociale media? Wel, heel belangrijk is, de mensen komen niet voor de horeca. Maar de horeca is wel een reden om niet meer terug te komen. Dus het is heel belangrijk dat de mensen die werken in de horeca, die bepalen wel het volgende bezoek. Ja. Ook daar kunnen we weer ontzettend veel leren op reviews, hoe dat te scoren is van de catering. Ja. We scoren er nog altijd goed. Hè. We moeten dat niveau blijven behouden, maar we moeten ons altijd proberen te verbeteren, zodanig dat ze morgen terugkomen. Dank u wel. Dank je wel.